Ja, dat van de kiesregeling, daar weet u dat we een nationale commissie in het leven geroepen hebben onder leiding van de heer Hans Limapo. En de bedoeling was om het rapport in de derde week van december aan mij te overhandigen. Maar toen kreeg ik bericht van hem dat hij nog gevraagd had voor nog even een week respijt en gevraagd had in januari aan te bieden aan mij. Begin januari ben ik vertrokken. Dus ze staan nu op agenda op 24 januari. Dat ze het rapport officieel gaan overhandigen. En ik heb de leider van DNA ook uitgenodigd in de regeringstop. En hij wil daarbij dan ook een presentatie geven over de inhoud van het rapport en die voorstellen die hij aan de regering gaat doen. Dus laten we even wachten. Maar vanaf dat moment zal het traject, verwachtbaar, zal het traject versneld worden. Omdat we dan een officieel verslag hebben. Inmiddels zijn er zoveel andere overlegmomenten gaande buiten deze commissie om met functionele organisaties, met politieke partijen, met sociaal-maatschappelijke organisaties. Dat ondersteunen we ook. Laat er een goede bewustwording komen, maar laat uiteindelijk een voorstel zijn wat gedragen wordt door de samenleving. Laat er uiteindelijk een wetsvoorstel daar komen welke ook de democratische gevoelens van de samenleving weergeeft. Maar laat inderdaad een product zijn wat een stukje rechtvaardiging inhoudt voor ons kiessysteem. We kijken naar uit en we houden aan die tijdlijn ook tegen de achtergrond van dat als je die verkiezing op 25 mei 2025 wil organiseren, dat je ruimschoots, en voor mij is ruimschoots dit jaar al, dan die wet al in place moet hebben, goedgekeurd moet hebben, zodat je in 2024 alle voorbereidingen kan treffen voor een goede verkiezing. Dat is wat ons traject zegt.